Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo op All These Games. En vandaag gaan we weer verder met The Sims 3 studententijd. En ik hoop dat jij er weer heel veel zin in hebt. Ik bedoel jou, ja jij, want ik heb er wel weer heel veel zin in. Dus let's do it. Jongens, doe alvast een lekkere dikke duim omhoog voor The Sims 3 studententijd. En voor James. En wat we allemaal vandaag weer gaan beleven in The Sims 3 studententijd. Zoals je ziet zijn wij nog lekker aan het slapen. En dan ondertussen kunnen we eventjes gaan kiezen wie wij in het hokje willen doen. Willen wij Anuki Moon in het hokje zetten? Of die nieuweling? Zullen we gewoon die nieuweling doen anders? Of wacht, wie gaan we in het moordhok stoppen? Dit is letterlijk het moordhok, als je dat nog niet wist. Natuurlijk wist je dat, anders weet ik het ook niet meer. James Kellis, de eerste les van de dag, kan elk moment beginnen. Dagen tot het eindexamen is 3. Dus over 3 dagen, dan... Wacht. Kon een studentenvakbond gebouw bezoeken? Ik weet niet of je dat zag staan. Zo, zag je die walm gaan? Wow, oh, het is een vampier natuurlijk. Die rent freaking snel. Oké, waar is James? Wilt hij daar nu al heen gaan? Hallo, zijn blaas? Hallo, ik bedoel James, doe eens even verdomme normaal. Ben jij helemaal van de pot gerukt? Nee, hij is niet van de pot gerukt, want hij moet nog naar de wc. Dus, oké. Oké, waar gaat hij nu helemaal heen? Gaat hij hierheen? Nee, hij gaat nog verder nu, joh. Hij gaat wel gezond lopen. En kijk, sommigen gaan ook met de fiets hier. Maar, oh, ik denk dat het hier is. Ik denk dat dit het gebouw is. Ik denk het wel. Er gaan veel meer andere Sims hierheen. Ja, dit is het. Oké, heel veel Sims gaan hier naar binnen. Ik weet niet wat hier zo bijzonder is. Kunnen we even een sneak peek binnenkrijgen? Nee, want je ziet helemaal niks binnen. Oké. Oké, waar zijn we nu? Oh, daar komen we al aan. Oké, nou dan gaan we dat... Oh, we kunnen hier wel binnenkijken. Kijk nou. Dan krijgen we hier gewoon les of zo. Zullen we hier iemand gaan vermoorden? Zullen we die... want jullie zeiden dat ook in de comments. Jullie zeiden dat we die mensen moesten gaan vermoorden of zo. Nou, oké. Kom, we gaan hier zitten. Zitten. Ik ga hier gewoon zitten. Jij niet. Esther Atkins. Oh, misschien kunnen we hier even ons meisje fixen. Misschien is hier wel ons... ja, gewoon ons chickie. Ons kipje. Samantha Gray. De juffrouw. Madeleine Noetal. Oeh, oh nee, dat vind ik zielig om te vermoorden. Hallo. Basca Rouge. Kamasuni. Die slaapt. Dan zit aantekeningen maken. Oké, is dit een soort bijles of zo? Of is het gewoon een soort les? Oeh. Wil jij hier gaan zitten? Oké, deze gaan we vermoorden. Crackneck. Doei. Die is dood. Ja, dat mag ik niet, hè? Nee, dat doen we niet. Ja, als ik zit daar, hij zei niet. Ik ben zo erg, jongens. Wij doen niks, ik ga hier gewoon zitten. Oh, hey magere Hein. Hey, kom je ook lekker de les bijhouden? Want er is weer iemand dood gegaan vandaag. Maar hey, dat doet er niet toe. We zijn niet bezig met de les. Letterlijk. Oh my lord, oké. Hey, nobody cares. Ik ga zitten, doei. Hallo, zit. Schijt toch uit. Laat haar lekker doodgaan, joh. Mag er niet. Ik heb niks gedaan. Wacht. Nee. Oh, ik dacht dat ik werd vermoord. Zag je dat? Ik schrok me een beetje dood. Oké, zij kan mooi tekenen. Kijk, er werkt dan. Oké, nou, iedereen gewoon zitten. Oh. Oh, nee, nee. Samantha Gray zit daar, oké. Jij niet. Hanna. Hanna, hey Hanna. Germanotta. Hey, waar ben... Oh, we gaan naar de wc. Oké. Dan gaan we hier toch weg. Ga dan maar naar de wc dan. Waar is de wc? Oh, die is boven. Oh, is er ook nog boven. Jeetje, wat is dit groot. Volgens mij ben ik hier wel eens geweest, maar ik was het even vergeten hoe dat eruit zag. Het zal wel, weet je. Nou, ga je eens even lekker naar de wc. Natuurlijk bij die mannen wc, zoals op de deur staat. Here we go. Oké. Wat is hier boven nog meer te beleven? Is hier een bar... Is hier een barman? Hank McLemore. McLemore. Oké. Een beetje een rip-off. Oké. Oh, we kunnen hier ook gewoon computeren. Maar natuurlijk hebben we een computer gewoon thuis. Oh, maar dit is wel gezellig om hier misschien wel heen te gaan. Ze heeft een Oculus Rift. Kijk dan. Serieus, dit is een Oculus Rift. Oh, freaking vet. Oké. Zullen we nog naar de les gaan? Zullen we gewoon weggaan? Les bijwonen. Ja. Hallo, we moeten naar de les. Of aan lezing deelnemen. Oké, waar is dat dan? Waar is die lezing? Waar blijft die? Is hij nou wel naar de wc geweest? Verdomme, hij is niet naar de wc geweest. Wat een pizzo's. Wat een pizzo's, echt serieus. Waar blijft hij nou? Dude, wat is dit? Eerste lezing, ja dat vindt hij helemaal leuk. Hallo, ga jij nou... Waar? Oh, hij is allemaal weer terug. Oké. Ga nou eens even lekker schijten of lekker blazen.
Of nou, je gewoon plassen. Ga, doe dat nou eens even. Je moet naar je les, verdomme. Wat een idioot. En ik hoor iemand janken, want iemand... Ja, hij, die ene is natuurlijk dood gegaan. Er ligt hier letterlijk nog iemand te slapen. Oh, hij zit te janken. Omdat die ene dood is. Of bedoelt hij Millie Grubb? Even kijken naar het plaatje. Oh, Millie Grubb. Hij jankt op Millie Grubb. Nou, I don't care, weet je. Millie Grubb was een slecht persoon. Nee, dat niet. Nee, dat niet precies, hoor. Als je dan denkt, oké, hier gaan we naar de wc, uiteindelijk, en dan gaan we daarheen. Oké, we hoeven niet meer naar les. We kunnen hier gewoon niet blijven. Oké, het zal wel, weet je. Dan gaan we dat gewoon niet doen, oké. Het zal wel, weet je. Oké, wat we gaan doen, we moeten natuurlijk wel even kennis maken met mensen. Nu we genoeg tijd hebben, dus eigenlijk kunnen we wel eventjes ergens heen gaan. We kunnen natuurlijk bijvoorbeeld even naar de Simburger, of we gaan gewoon naar de cinema. Of gaan we naar Bolorama? Zullen we naar Bolorama gaan? Dan kunnen we even gamen of zo. Wat gaat hij nou doen? Over universiteit praten? Nou, ik denk het niet. Denk het niet hoor, met die Anuki Moon. Ik mag hem niet. Ik denk dat dat het slachtoffer wordt. Oh, dit is het wijvenhuis. Zullen we naar het wijvenhuis gaan? Zullen we letterlijk naar het huis gaan, aanbellen en een chickie uitzoeken? Kijk hoe ik dat zeg, sorry. Zullen we hierheen gaan? Oké, wacht, we gaan hierheen. Hierheen gaan. Ja, gewoon lopen. Of gaan we gewoon met de taxi? Of wat doet hij? Oh, hij gaat met de fiets. Hij gaat met de fiets. Oké. Oeh, onze hygiëne is wel slecht. Shit. Oké, waar zijn we nou? Oh, we zijn er al. Kijk eens aan. Oké, we gaan aanbellen. Oh, daar staat een andere man. Zie je dat? Die probeert ook een chickie te fixen. Hè? Het is paparazzi. Oh, nee. Vrouwelijk studentenverenigingshuis bezoeken. Kijken of we binnenkomen, jongens. Gaan we even kijken of iemand... You know what I mean? Oké, okay, kijken of het lukt. Of zeggen ze van, nee, je bent hier niet welkom. Ga maar naar huis. We zijn nog steeds publiekelijk aan de schandpaal genageld. Oh, Ashley. Oeh, ze heeft een mooi knotje hoor. Kijk hem gaan. Oh, maar ze is wel een vampier volgens mij. Serieus. Weet je wat hier staat? Jongens, kijk even in de rechterbovenhoek van het scherm van deze video. Er is een brand ontstaan op je thuiskavel. Camera verplaatsen. Wat is er nou weer vermoord gedaan? Waar? Waar? Is die hier dan? Waar dan? Oh, dus we hier bezig. Oh, maar dat maakt niet uit. Dat mag lekker branden hoor. Dat is gewoon de brandkamer. Dat moet je gewoon zien als een oven. Sorry. Hallo, mochten we nou naar binnen of niet? Buiten wachten. Serieus? Ontroerend. Nee, hallo. Luisteren naar verhaal. Nee, ik wil je gewoon verdomme naar binnen. Vragen naar binnen te gaan. Ja, Ashley, waar ben je? Hier. Bitch. Mag ik naar binnen? Volgens mij is ze vampier. Zie je dat? Aan de ogen. Heel vet eng. Oké, okay, kijk of het gaat lukken. Mogen we hier naar binnen? Of niet? Ja, mag het? Nee. We mogen naar binnen. Oké, okay. Thanks. Oké. Ashley is te weten gekomen dat Ashley rijk is. Of James is te weten gekomen. Nou, kijk eens aan. Dit wordt zo'n chickie. We gaan natuurlijk voor het geld. Nee, grapje. Awkward. Laat er even twerk of zo. Nee, waar zijn we? We zijn letterlijk binnen in een dameshuis. Oh, er zijn ook nog iemand anders hier nog. Hé, hey, dit is Je. Yeah. Dit is Je. Yeah. Van de online dating. Kijk nou. Kijk nou. Oké, okay, we gaan deze fixen, weet je. Vriendelijk. Leren kennen. Ik moet gewoon wel natuurlijk wel leren kennen. Dus dan doen we dat gewoon een paar keer. Zo. Nu ook even kletsen. Oh, en ook blijkbaar even kalmeren. Ik weet niet wat er aan de hand is met haar. Ze ziet eruit alsof ze oké is. Maar oké, het zal wel. Kijk eens aan. Op familie gericht. Ze is rijk. Ze is een sportfanaat. Kijk eens aan. Ze is een perfectionist. Dat weten we nu ook. Ze is overemotioneel. Ah nee, dat is straks is ze een emotionele eter. Daar kan ik niet tegen hoor. Maar nee, we stinken. Gat, ik ga naar huis. Oké. Okay. Oh, rustig aan joh. Oké, okay, tot ziens. Ik kan nooit doei zeggen. Ik kan letterlijk nooit doei zeggen. Oké, okay, doei. Ik ga naar huis. Nou, dat was gezellig. Het is alweer 8 uur. Dus het is weer hoogste tijd om weer weg te gaan. Ik dacht dat we wel genoeg tijd hadden of zo, maar nee, blijkbaar niet. Oké, okay, we gaan weer even terug naar ons huisje. Dat is hier zo. Oh, het vuur is nog steeds lekker bezig. I don't care, weet je. Laat hem maar lekker branden. Oh, de boekenkast gaat er ook niet aan. Ja, gezellig toch? Oké, okay, nobody cares. Pizza bestellen. Nee, ben je gek. Oké. Okay.
Ja, wat moeten we nou met dat vuur, verdomme? Ook kopen en bouwen kan je niet openen hoor. Oké, dan kan ik ook geen deur plaatsen. Dan moeten we letterlijk wachten. Oké, wat een herrie is die brand, jongens. Jeetje. Oké, we kunnen dus ook nu niet slapen. Wat is het nou? We kunnen letterlijk niks. Weet je wat? Ik ga gewoon proberen te douchen. Want slapen, dat kan helemaal niet. Oh, douchen kan wel. Dat is nice. Dat is wel nice. Ga douchen. Nee, ik kan het nu ook weer niet. Oké, waar staat... Dude, waar sta jij? Je staat hier om te panikeren voor, om die brand. Wat ben jij voor een persoon? Hallo, dude. Dude, ga gewoon naar huis. Ga gewoon naar het huis. Oh my lord. Anders ga ik gewoon ergens anders douchen. Letterlijk. Echt serieus. Ik word hier helemaal ziek van. We kunnen letterlijk helemaal niks. We kunnen alleen maar... Oh nee. Oh nee, het komt hier ook hier doorheen. Zag je dat? Ik weet niet. Ja, nee, dat is denk ik een bug. Of het gaat... Oh my god. Oh my lord. Oké, jongens. Ik denk dat we toch even flauw moeten doven. Maar dat kan niet, want de deur zit er niet. Dit is echt een... Echt... Eigenlijk moeten we dat gewoon niet meer doen, denk ik, weet je. We kunnen ook niet meer... We kunnen niks. Letterlijk niks. Echt helemaal niks. Totaal niet, want... We staan hier gewoon stil en... Kijk, we staan hier gewoon hier te panikeren omdat er vuur is. Nou, I don't care, weet je. Weet je hoe vervelend het is? En ze staan hier letterlijk volgens mij allemaal zo hier. Hier, deze staat aan een bedrand. Zo van, oh nee. Oké, wacht. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon wel naar, we gaan naar een bar of zo. We hebben ook honger, dus we gaan lekker hierheen. We gaan even lekker wat vreten. Hier eten. Alleen, want we zijn zielig. Ga maar lekker wat eten. Dude! Buiten eten. Alleen eten. Kom op. We gaan gewoon lekker buiten zitten. Oké, dat kan dus ook niet. Jongens, ik word hier zo ziek van. Oké, we moeten dat echt even fixen. Dat er geen ding meer komt. Ik ga even een cheat doen. 16 cheats en nablet. True. Ik tik het verkeerd. Even kijken. True. Zo. En weet je wat we dan nu doen? Nou, dat kan nog steeds niet. Dat boeit me helemaal geen flikker, weet je. Weet je wat we dan doen? Doen we zo. Voorwerp verwijderen. Voorwerp verwijderen. Kan dat niet? Kan je geen vuur verwijderen? Nou, dan doen we gewoon maar deze verwijderen. Hoppakee. Die is weg. Voorwerp verwijderen. Oh, nu heb ik volgens mij het wapen verwijderd. Teleport me hierheen. Oh, dat hoeft ook niet hoor. Nou, als het vuur nou even opbokt. Voorwerp verwijderen. Oh, het lukt toch wel volgens mij. Zo. Oh, and it's gone. Hehe. Oké, we moesten het wel even cheaten, want anders... Ja, we moeten even een ander hokje hier eigenlijk van maken. We moeten even wat anders fixen. We zijn doodsmoe. Dus we moeten eerst... We gaan eerst even douchen hoor. Hallo, ik ga niet met mijn blote stinkvoeten... Ga ik letterlijk... daar, gewoon in mijn bed duiken of zo. Ik ga eerst gewoon douchen. Kom op, dude. Ik ga even douchen. Je stinkt. Je hebt ook groene walmen om je heen. Bah, vies Rick. Oké, we hebben ook freaking honger. Maar dat doen we lekker morgenochtend wel. Staat dit vuurtje aan? Nee, gelukkig. Dat wil ik echt niet hoor. Hij is vet moe, hij jankt erom. Nou, ga dan lekker slapen. Het is alweer 12 uur. Damn, son. En we moeten over 17 uur weer, om 5 uur 's middags dus, moeten wij weer gaan aan de bak in de les. Dus we gaan hier lekker liggen. Lekker tot 9 uur. Hoppakee, lekker slapen. Kom eens op, kom maar op. Hoppakee, lekker in je bedje. Kijk, hij slaapt trouwens met die muts op. Ik vind hem wel een hipster hoor. Hij is altijd hipster. Letterlijk. Literally. Oké. Ondertussen gaan we eventjes kijken of we bijvoorbeeld iets leuks kunnen gaan doen met onze sim. Terwijl we... Ja, met onze vrije tijd. We gaan eventjes kijken wat er allemaal een beetje is, weet je wel. Er is de... Nachtel Nibbles. 24 uur per dag open. Dat is gewoon een supermarkt dus. De universiteit boekenwinkel. Nou, volgens mij hebben we dat niet nodig. Zakies zakenopleiding. Oh, dat is ook... Oh, oké. Dat is ook gewoon een plek voor om te leren. En dit is een ander studentenhuis. Oh, misschien kunnen we hier iemand leuk fixen. Nee, het zijn ook geen gezellige mensen. Jammer. Doei. Wie zijn dit? Oeh, dat zijn alleen maar wijven. En één jongen. Zo, die is lucky. He is lucky, man. Dit is een duik- en spetterzwembad. Dit is weg met dat luie zweet. Steven stripboeken. En dan heb je hier de Simburger weer. Oké, we kunnen hier wel even heen. De grotto. Dat is wel leuk, denk ik. Of niet? Ja, ik weet niet. Of de gerooster getoaste bonen koffieshop. O jee. Nou, dat kunnen we ook doen. Maar waar hebben we straks les? Ik heb geen idee. Mogen we zeker ook niet zien?
Dat zal dan wel. Lesrooster. Oh, we hebben hier nog helemaal niet gekeken. Oh, het staat hier gewoon. Het is vandaag woensdag, dus we hebben vandaag les in School der Schone Kunsten. Lesnaam de basis van materialisme niveau 1.0. En het begint om 4 uur. Oké, nee, helemaal goed. Dat komt goed uit, want dan kunnen we nu nog allemaal dingetjes gaan doen. Want als hij zo wakker wordt, hebben we freaking veel honger. En moeten we even blazen op de wc. Even op de wc doen, letterlijk. Literally. Hé, maar jongens, dit was de Sims aflevering voor vandaag. En ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. En als je het leuk vond, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Want dan kan ik zien dat je het een leuke aflevering vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij de Sims 3 studententijd. Waar wij weer naar de les gaan. We gaan weer bijvoorbeeld iemand lekker vermoorden. We gaan het allemaal weer zien in de volgende aflevering. Jongens, bedankt voor het kijken en bye bye.